Het gaat heel goed met de bouw van het schip. De planning die de werf voorzien heeft, die wordt tot nu toe gehaald. En ja, het schip groeit elke dag. Je ziet duidelijk dat de werf druk bezig is om de planning te halen. Wij proberen dan ook de kwaliteit goed in de gaten te houden. Op dit moment, ja, wij noemen het stapelen van de secties, is in volle gang. Dat houdt in dat ongeveer 80% van het schip eigenlijk te zien is op de helling. En dat is alweer verborgen door allerlei stijgers. Ja, dat geeft een hele hoop sores voor het bouwteam. En ja, met het samenstellen van de secties op de helling, ja, wat wij noemen de aanbouw, ja, ontstaan er compartimenten, ontstaan er tanks, ontstaan er ruimtes die dan weer geïnspecteerd moeten worden, waar de spulletjes ingezet worden, waar de motoren in komen. Dit schip heeft uniek twee motoren en in elke machinekamer, maar we hebben ook nog een keer twee machinekamers, vier roerpropellers. Ja, en het groeit en groeit. En eigenlijk is het zo dat zo'n 80% van de secties op dit moment op de helling staan, gekoppeld worden. Men is druk begonnen met het schilderwerk rondom het schip. En ja, de verwachting is dat eind juli het schip te water gaat, compleet met alle secties erbovenop. Er komt heel veel voor kijken om zo'n schip te bouwen. Uiteindelijk is het bouwen van een schip is het ontstaan van een dorp. Je begint met niks en uiteindelijk heb je alles wat je in een dorp ook hebt. Je hebt verlichting, je hebt stroomvoorziening, je hebt energie, je hebt woonkamers, je hebt slaapkamers. Nou, dit schip hebben we opslag voor auto's en kunnen we auto's overzetten. En uiteindelijk is het een ontstaan van een dorp. Dat gebeurt in een relatief korte tijd, dus daar, en het is een enkel stuks, het is geen seriematig gebeuren. En ja, je probeert dan eigenlijk dan de wensen van TESO te vertalen in een schip wat men eigenlijk zou willen. En daar is wel een beeld van en dat beeld probeer je dan na te streven. Dat doe je niet alleen, ik ben daar met een team bezig. Het zijn een aantal Nederlanders, er zit ook nog iemand bij uit Litouwen. Wissel elkaar af. En ja, het team draait goed. Dat is heel erg belangrijk om ook te zorgen dat je een goede tegenspeler bent aan de werf. De werf niet zien als een vijand. Uiteindelijk hebben we maar één doel. Je wil samen die boot bouwen. En als je samen die boot kan bouwen, dan zal je ook zorgen dat er een eindproduct komt waar iedereen trots op kan zijn.